De Surinaamse waterleidingmaatschappij heeft haar draaiprofiel aangepast sinds de lockdown. Dit zei Alwin Linger, onderdirecteur strategie en beleid van SWM, vandaag in het ATV-programma COVID-19 Update. Met draaiprofiel wordt bedoeld de manier waarop de SWM water levert. De aanpassing was nodig omdat er meer water wordt gebruikt sinds de scholen gesloten zijn. De handen worden vaker gewassen en kinderen spelen vaker met water. Linger zegt dat het draaiprofiel van de SWM elke vakantie wordt aangepast. En wat we hebben gedaan is, wij noemen dat ons draaiprofiel. Okay. En dat is de wijze waarop we water leveren. Mm-hmm. Hebben we dan aangepast en, als ik het zo mag zeggen, een beetje aangepast alsof het de vakantieperiode is. Okay. Waardoor we dan inderdaad dan zien van dat bijvoorbeeld de pieken die worden op andere tijdstippen bereikt. En zo hebben we gezien dat na een paar dagen het verbruik weer een normaal patroon heeft gekregen. Oké, dus in de vakantie dan passen jullie aan? Ja, in de vakantie passen we ons draaiprofiel aan. Okay. Mensen staan wat later op. Wat is een draaiprofiel? Een draaiprofiel is, ja, zo noemen we dat, heeft te maken met de wijze waarop we water leveren, de drukken, de hoeveelheden. Okay. Mm-hmm. En je moet zich voorstellen, tijdens de schoolperiode gaan de kinderen eerder naar school. In de vakantie staat mensen staan later op. Mm-hmm. Dus het waterverbruik past zich dan gedurende de dag aan. Okay. Op wasmachineverbruik, noem maar op. Linger zegt dat in deze tijden SWM de mogelijkheden openhoudt voor wat betreft de betalingen van de rekeningen. Het bedrijf stimuleert onder andere het betalen via internetbanking. Dus in feite de klanten in plaats van, laten we het zo noemen, straffend op te treden, zeggen we treden juist stimulerend op. Van. Oh. U kunt nog steeds bij onze locaties terecht. Mm-hmm. Ik dacht dat er wat klantenservice betreft maar één locatie is die we hebben gesloten. Dat is het Aquagebouw. Mm-hmm. Omdat we daar niet de mogelijkheid hadden om de afscherming zodanig te plegen dat er voldoende afstand was. Ja. Maar alle andere locaties, hoofdkantoor, Watermolenstraat, Latour, zijn allemaal open. Oh. De website, noem maar op. En we hebben ook dat we veel bekendmakingen nou in de krant plaatsen, op Facebook. Dus alle mogelijkheden, alle diensten die we verlenen, worden ook op Facebook geplaatst, op de website. Mm-hmm. Waardoor de mensen tegemoet komen en zeggen, u kunt terecht, u kunt bellen. En we merken dat dat ook wordt geapprecieerd door de mensen, dat we op die manier meer informatie verschaffen aan de mensen. Alwin Linger, onderdirecteur strategie en beleid van SWM. Hij sprak vanmorgen in het ATV-programma COVID-19 Update. Dit programma wordt vanavond na het nieuws herhaald.